Als ik naar mezelf kijk in Afghanistan, ja, natuurlijk, je vecht voor de vrede en veiligheid en ook voor de mensen daar zo. Maar waar het echt om gaat is, je echte loyaliteit is the soldier next to you, als je nou bedoelt. En wat mijn ervaring is when shit hits the fan, wordt de wereld steeds kleiner. Dus op een gegeven moment denk je niet meer aan thuis in Nederland, dan denk je alleen maar aan de gast naast jou en dat is de wereld waar je in leeft. Ik kan me goed voorstellen dat dat voor de Oekraïense militair dat zo werkt. Ja, dus dat je als je eigen huis dat fort hebt gebouwd, weet je, met nog een paar maten, weet je, de Russen komen eraan en op het moment dat je die trekker overhaalt, dan wordt de wereld steeds kleiner. En dan is het op een gegeven moment niet meer familie wat je doet. Hè? Dus je stapt zelf in de line of fire om die gast die naast jou zit, die misschien net 10 dagen krijgt, hè? Als je het hebt over eenheid, die misschien net 10 dagen of minder kent, om die uiteindelijk een kans te geven om te overleven.